Welkom weer allemaal bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering ga ik het hebben over hoop. In de vorige afleveringen hebben we gezien naar allemaal argumenten hoe het kan zijn dat God en het kwade bestaat. Maar toch kunnen we ons steeds afvragen waarom? Waarom gebeurt het? En terecht, we blijven emotionele wezens. Het goede nieuws is dat ons geloof dat ook zeker begrijpt. De letterlijke betekenis van het evangelie is ook goede nieuws. Dus waarom zou iemand zeggen goede nieuws is als er nooit iets slechts was? We zeggen dus er is goede nieuws omdat wij weten, of dat ons geloof weet, er was iets slechts. Er was iets negatiefs gaande. Wat is dan het goede nieuws? Namelijk dat God zoveel van ons houdt, dat hij zijn enige geboren zoon naar de wereld heeft gestuurd. Het vlees heeft laten aannemen om namens ons te lijden en te worden gekruisigd en uiteindelijk weer te worden opgestaan. En hiermee is de dood, de duivel en het kwade overwonnen. Hij weet dus als geen ander hoe het is om te lijden. Dus we kunnen niet zeggen van, hè, God laat ons hier op aarde lijden en hij zit daarboven lekker rustig op zijn stoel. Nee, hij is zelf ook naar aarde gekomen om uit vrije wil en natuurlijk uit liefde voor ons om gekruisigd te worden. Dus vrijwillig, als in hij was niet schuldig. Hij heeft het allemaal voor ons gedaan. Dus dit is een teken dat ons geloof zeker wel weet en rekening houdt met onze pijn, met onze lijden. Maar nogmaals, het goede nieuws is, hij is opgestaan, zoals we hebben gezien in de vorige aflevering. En daarmee heeft hij het kwade ook overwonnen. Dus door de gebeurtenissen van het vleeswording, kruisiging en verrijzenis zijn onze zondes vergeven en is de poort naar het eeuwige leven weer open. Dat is het goede nieuws. Dus wees ook moedig en verheugd. Maar wanneer het kwade voordoet, heb ik toch een paar punten die ik je zou willen meegeven om herinnerd te worden. Wanneer het kwade zich voordoet, laten we dan leren dankzeggen. Dankzeggen, want alles wat van hem komt is per definitie goed. Nogmaals, wij kunnen het misschien niet zo ervaren. Wij kunnen het niet misschien begrijpen waarom het goed is. Maar God in zichzelf is goed. Dus alles wat van hem komt is per definitie ook goed. Dus wat er ook gebeurt in ons leven, zolang we op zijn pad blijven, zolang we aan zijn geboden onderhouden, is alles per se goed. En als alles goed is, laten we dan ons ook leren dankzeggen. Zoals we in de afgelopen aflevering hebben gezien, kunnen we misschien niet het zien of begrijpen, maar we moeten leren hopen en leren dankzeggen. En nogmaals, niet alleen dankzeggen wanneer het goed gaat of naar ons idee goed gaat. Nogmaals, alles wat hij doet is per definitie goed. Dus als je ontslagen wordt, als een relatie niet doorgaat, ook juist dan leer dankzeggen. Want dat zet je ook in een positieve mood. En nogmaals, alles wat van God komt is positief. Het tweede punt dat ik je zou willen meegeven is dat als we horen over verhalen dat een kind vroegtijdig is overleden of dat iemand een ernstige ziekte is, wil ik niet dat we gaan nadenken over en praten over de onrechtvaardigheid van God. Of hoe kan het bestaan dat God bestaat als dat soort dingen gebeuren. Als je dat soort dingen hoort, ziet of leest, denk dan na bij jezelf van, hey, het leven kan zo voorbij zijn. Hoe besteed ik mijn tijd eigenlijk? Dus laat het een waarschuwing zijn voor jouw leven. Het feit dat het kwade gebeurt. Laat het een bewustwording of moment van bewustwording zijn om te reflecteren op je eigen leven. Van, oh, wetende dat het leven zo voorbij kan gaan, onschuldig, ben ik dan wel bezig met de juiste dingen? Ben ik bezig met mijn verlossing? Ben ik op weg? Want we nemen maar aan dat het leven oneindig is. We denken dat we voor altijd jong zijn en altijd kunnen doen wat we willen. Want ja, we hebben nog 50, 60 jaar te leven. Maar als dat soort dingen dus gebeuren, laat het een moment zijn van, hey, het kan ook mij overkomen. Zomaar overkomen. Dus ben ik dan wel goed met de juiste dingen bezig. En ook weer dat leert ons dankzeggen. Want we leven in een staat van, het is nooit genoeg. Vooral in deze tijd, het is nooit genoeg. We moeten altijd meer hebben. En pas als ik zoveel heb, dan ga ik God danken. Pas als God me geeft wat ik van hem heb gevraagd, dan pas ga ik God danken. En je bent niet bewust dat hetgene wat je vraagt misschien 5 of 10 jaar duurt. Maar niet alleen ben je bezig met later, maar ook ben je bezig met niet waarderen van wat je nu al hebt. En wat je nu al hebt, heb je misschien 5 jaar geleden voor gevraagd. En had je heel erg opgehoopt. Dus laten we leren dankzeggen. Niet alleen tijdens de goede momenten, maar ook tijdens de slechte momenten.
Mijn derde en laatste punt is dat we niet alleen moeten leren omgaan met het kwade, maar juist moeten genieten van het kwade. En hiermee bedoel ik mee genieten van de verleiding, van de uitdaging, van de pijn. Want in de pijn leren we juist God kennen. Want in de pijn worden we uitgedaagd en onze hoop op de proef gesteld. En dan is ook God met ons aanwezig als we aan hem vasthouden. Neem bijvoorbeeld de drie knapen. Zij waren in het vuur en in het vuur was Jezus aanwezig. En het vuur staat voor de verleiding, staat voor de uitdaging. Dus zolang we bidden, zolang we vasthouden aan hem, ook tijdens de uitdaging, dan zal hij aanwezig zijn. Juist in het vuur. Daar zijn nog heel veel voorbeelden van. Jozef die in het put was. Of Job die alles was verloren. Hij was in discussie met God en hij was met God. En uiteindelijk, omdat hij aan hem vast heeft gehouden, is hij uiteindelijk meerdere maals beloond. Dus laten wij ook aan God vasthouden en genieten, oprecht genieten van de uitdaging, van de pijn, van de verleiding. Want daarin leren we hem kennen. Want daarin leren we ook plezier hebben. Want we groeien, we worden beter, we worden uitgedaagd. Ik hoop de volgende keer dat je in aanraking komt met het kwade, dat je denkt aan deze boodschap. Dat je denkt aan de kruisiging van Jezus. Dat hij weet hoe wij ons voelen. En dat omdat wij die pijn hebben, dat hij juist op aarde is gekomen. En dat er hoop is. En dat er het goede nieuws ook er zeker is. Maar dat we ook leren dankzeggen. Wanneer we het niet zien wanneer het goed is. Of niet begrijpen. Dan juist leren dankzeggen. Met het afsluiten heb ik een paar verzen voor jou. Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Psalm 121 vers 7 en 8. De Heere behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Matthäus hoofdstuk 11 vers 28. Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. En nogmaals 2 Korintiërs hoofdstuk 4. Vers 16 tot en met 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de ogen, op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Dankjewel voor het kijken.